Timo, je zit hier om wat te vertellen over het boek wat je hebt geschreven. Het schrijven van het boek is één ding, het is ook uitgegeven, daarvoor gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, als een ervaringsdeskundige een boek schrijft, is mijn eerste gedachte, het is een autobiografisch verhaal. Is dat in dit geval ook zo? Nee, het is geen autobiografisch verhaal en het is inderdaad ook een vraag die ik best wel veel heb gehoord. Het gaat wel deels over psychiatrie en over iemand die een psychose krijgt, maar het is niet autobiografisch. Het is ook wel een hoofdrolspeler die best wel ver van mij afstaat. Ja. En waar gaat het wel over? Wat is het voor soort verhaal? Het is een science fiction verhaal en het is ook echt een science fiction setting. Het gaat over een ruimtereis. Een ruimtevlucht van het voertuig de Elan en de bemanningsleden. Zij zijn een missie gestart om naar een planeet in een ver zonnestelsel te reizen. Om een nieuwe beschaving op te zetten, eigenlijk om opnieuw te beginnen. En tijdens die reis, het verhaal speelt zich af jaar 69. De man die het eigenlijk allemaal destijds begonnen was, de oprichter van de expeditie, die na lang slecht slapen en allerlei stress begint die psychotische klachten te ontwikkelen. En dat zorgt voor problemen, ook voor de rest van de bemanning. Zou je misschien een stukje voor willen lezen uit het boek? Ja, dat is goed. Oké, ik lees een stukje voor van helemaal het begin. De eerste bladzijde, ook een van de eerste alinea's. Hoofdrolspeler bij dit hoofdstuk is Janos Lok. Dat is een wat oudere bewaker die vanaf het begin van de reis ook al aanwezig is. Nu bejaard en eigenlijk ook te zwaar. Hij leidt een van de jongeren aanwezig op. Ik zal een stukje voorlezen. Op de vele monitoren die achter zijn bureau hangen zijn gangen en vertrekken van het voertuig te zien. De Elan telt, inclusief Janos, 25 bemanningsleden. Het is het einde van de middag en de vijf jongeren hebben het leslokaal van hun docenten verlaten. De overige bemanningsleden zijn bijna klaar met hun dagtaken en zullen zich straks in de richting van de woonvertrekken verplaatsen, waar Janos ze niet volgt. Hij blaast tegen de walm die van de beker afkomt en neemt een slok. In de voedselverwerkingsruimte is men aan het opruimen. De schoonmaker groet de aanwezigen in de reactorruimte, terwijl in de kantine de barman de tafels afdoet. De afgelopen dagen volgt Janos professor Zegius met extra aandacht. De oude professor wandelt nu op blote voeten door de centrale hal. Hij kijkt voortdurend schichtig om zich heen en lijkt contact met andere bemanningsleden te vermijden. De professor plukt groene blaadjes van een potplant, staart ernaar en laat ze uit zijn handen dwarrelen. Janos heeft Zegius nooit sympathiek gevonden. Toch is het triest om te zien hoe de geestesgesteldheid van de oprichter van de expeditie vertroebelt. Het verhaal speelt zich af in een ruimteschip. De reis duurt 100 jaar. Het is een maatschappij op zich die zich in het ruimteschip afspeelt. Heel gesloten. Sommige mensen zijn daar geboren, sommige sterven daar. Ja. Is dat ook, je boek heet De Vlucht van de Elan. Slaat vlucht op het vliegen of ook een beetje op het vluchten? Ja, het is wel echt bewust het woord vlucht gekozen voor de dubbele betekenis inderdaad. Dus de vlucht als in reis. Maar het is ook echt een vlucht. Ze hebben de aarde bewust ontvlucht vanwege de situatie daar. Ja. Speelt dat gebeuren op aarde nog een rol? Is dat ook belangrijk voor het verhaal? Ja, het is het achtergrondverhaal. Het is niet heel belangrijk voor het hoofdverhaal. Maar ik vond het wel leuk om het erin te verweven. Dus ik heb het geprobeerd zo te schrijven, dat je langzaam erachter komt wat er nou precies op aarde heeft afgespeeld. En dat heeft vooral te maken met een substantie die er dan op aarde is ontdekt. Of eigenlijk in een, in de omgeving van de aarde. Dat is echt lang voordat het ruimteschip al vertrok. En dat is helemaal lang voordat het boek zich afspeelde. Maar er is een substantie ontdekt, buitenaardse. En als je dat injecteert, dan veranderen dingen lichamelijk. Mensen die, in eerste instantie wordt het op dieren getest, maar later ook op mensen. En het zorgt voor een beetje blauw-grijze huidskleur. Maar mensen worden er ook slimmer en sterker van, krijgen meer energie. En wat er dus op aarde is gebeurd, dat steeds meer mensen kiezen ervoor om zich te injecteren met het goedje wat asiel wordt genoemd. En zo ontstaat er eigenlijk een nieuw ras. En dat zorgt direct voor conflicten, want sommige mensen zijn er heel erg blij mee. Die zien wat voor een goed effect dat heeft van alles. En anderen denken van, oh wacht, dit gaat wel heel erg snel, we verliezen zo eigenlijk de mens zoals het was. En dat is
deels de reden geweest dat de expeditie is opgezet. Nou, een science fiction boek met elementen uit de psychiatrie. Zit er ook nog combinatie, waarbij hou je inspiratie uit je werk of dingen die je tegenkomt, of toch ook uit je eigen ervaringen? Ja, ook wel uit eigen ervaringen. Bewust wel echt voor een hele andere setting gekozen. Het is wel echt fictie, het is gewoon een kou van verhalen vertellen, dus daarom heb ik het geschreven. Maar ik heb wel geleend, inderdaad, van dingen die ik wel, een klein beetje geleend van dingen die ik zelf heb meegemaakt. De professor en het hoofdpersonage is erg verward. Ik heb zelf twee psychoses gehad toen ik jonger was. En die echte verwardheid en die chaos. Dat is wel een beetje geleend ook hoe het bij mij eraan toe ging. En ook het weer op moeten krabbelen na een psychose. En het feit dat iedereen toch wel anders daarnaar kijkt en anders met je omgaat. Dat, ja, goed, dat is wel een beetje gekeken uit mijn eigen leven. Ik werk nu als ervaringswerker bij GGZ Delfland. Dus dan begeleid ik ook cliënten met een psychose gevoeligheid. Ik heb het boek wel geschreven voor, of de eerste versie heb ik geschreven voordat ik bij GGZ Delfland startte. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Het is weer voorkomen, ja. Het is uit voor die periode. Ja. Dus mensen die niet weten wat een psychose is, hoe het werkt, als je het boek leest, geeft het je een beetje een beeld van wat er in je om kan gaan? Ja, zover wil ik niet speciaal gaan hoor. Ja, het is natuurlijk ook heel erg per persoon hoe een psychose eruit ziet. En dit is wel heel erg bewust fictie hoor, daarom heb ik ook echt wel voor de science fiction setting gekozen, dat er wat verder vanaf staat. Ik heb wel achterin het boek is een nawoord geschreven van een paar pagina's. En daar heb ik het ook nog over de link met mijn eigen verhaal en het werk dat ik nu doe. En wat goed is om te noemen, denk ik, achterin staat ook een index. Als het verhaal is afgelopen, voordat het nawoord begint, staat een index van de verschillende personages. Want er zijn 25 bemanningsleden. Aan boord van de hele handen, dat is best wel een hoop. Dus het leek mij goed als lezers zoiets hebben van ik volg het even niet meer, wie was het ook alweer, dan kan je dus even doorbladeren achterin, dan staat een mooi lijstje met de verschillende taken en de verschillende mensen die aanwezig zijn. Ik zal nog een tweede fragmentje voorlezen. Dit speelt zich wat later af in het verhaal, ik denk op ongeveer 1/3 van het boek. Professor Zegius die is opgenomen in het hospitaal en die heeft een chip in zijn nek gekregen, een neurostabilisator, waardoor hij van de psychose moet herstellen. En in dit fragment begint dat langzaam te gebeuren, begint hij een beetje bij te komen. Laat me eruit, het spijt me, schreeuwt hij. Dan gaat de deur open en staat er een kleine man met zwart naar achteren gekant haar en een donkere huidskleur voor hem. Rustig maar, zegt dokter Pandai. Hij is op de elan, beseft hij. Dit is een kamer van het hospitaal. Wat doet hij hier? Waarom is de deur gesloten? U bent verplicht hier te blijven, professor, zegt de dokter. Hij snapt het niet. Waarom? Wat weten ze? De dokter geleidt hem terug naar zijn bed, waar hij op gaat zitten. Probeert te rusten. Als de dokter wegloopt, vraagt Alfon waarom de kamer niet mag verlaten. De dokter is in de deuropening blijven staan. Het duurt even voordat hij antwoord geeft. U was verward en heeft een deel van de vracht vernield. Hij kijkt toe hoe dokter Pandai de deur sluit. Er komen beelden bij hem boven. Hij heeft een moeisleutel in zijn handen en er klinkt een alarm. Hij herinnert zich hoe hij op materialen en conservatietanks insloeg en hoe goed het had gevoeld. Je boek heeft een bijzondere kaft. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Ik ben een beetje gaan kijken naar andere science fiction boeken in de bibliotheek en in winkels. En heel vaak zie je bij dit soort verhalen een ruimteschip op de voorkant. Wat op zich prima is, maar ik wilde juist graag wat anders. Het is een science fiction boek en het belangrijkste thema is psychiatrie. Dus ik wilde dat graag laten dat combineren, dat terug laten komen op de kaft. En eigenlijk vanaf het begin dacht ik al aan iets van een hoofd waarbij sterren te zien zijn of sterren eromheen. Dus dat wilde ik graag. Ik heb toen gevraagd aan mijn tante of ze een schildering wilde maken. En die heeft deze zwart-wit schildering gemaakt. Die uiteindelijk ook op de kaft is gekomen, alleen hij is nog bewerkt. Dus er is kleur toegevoegd, er zijn sterren toegevoegd in Photoshop. En dat is de uiteindelijke kaft geworden. En ik moet zeggen, ik ben er ook wel echt heel erg blij mee. Ik vind het wel heel tof. Ja, bijzonder. Ja. Ja.
Heb je het zelf bewerkt of is dat via de drukkerij? Er is een vormgever aan gekoppeld vanuit de uitgeverij. Maar die heeft de tekst en zo toegevoegd. Ik vond het zelf ook wel leuk. Ik heb een opleiding gedaan waarbij ik veel heb gefotoshopt, dus ik kan het zelf ook wel. Dus het toevoegen van kleuren en zo, dat heb ik zelf gedaan. Ja. Oké, leuk. Ja, nog meer, nog meer van jezelf. Ja, maar dat maakt het ook wel extra speciaal daarom, vind ik de kaft nog leuk is. Ja. Ja. Ik heb wat flarden van het boek gelezen. Heeft het boek een einde of gaat het verhaal verder? Ik heb nog een beetje eraan gesleuteld later. Dus bij deze versie heb ik het bewust zo geschreven dat er mogelijkheid is op een vervolg. Dat was eerst iets minder, maar toen toch een tweede versie ging schrijven, had ik zoiets van, ik ga de elementjes in verwerken, waardoor ik dan toch, als ik nog een keer een deel 2 wil schrijven, dat daar mogelijkheden aan toe zijn. Maar ik moet wel zeggen, ik ben een beetje bezig met een volgend boek en dat staat hier wel helemaal los van. Dus als ik het uitgelezen heb, dan is het niet dat ik naar de boekwinkel ren om te kijken of deel 2 al staat. Nee. Nou ja, goed. Wellicht dat er op een gegeven moment ook zoiets heb van, ik vind het een leuke wereld om naar terug te keren. Ik ga nog een vervolg schrijven. Dus het is mogelijk, maar het staat nog niet echt heel erg in de planning. Ja. Nee. En het gaat ook allemaal niet zo snel te schrijven, zeker met mijn werk ernaast. Dus ik denk sowieso dat mijn volgende boek dat er wel weer wat jaartjes overheen gaan. Ja, je zei sinds de eerste versie 4 jaar. En voordat de eerste versie klaar was, zit er waarschijnlijk ook een aantal jaren. Nee, dat valt wel mee. Hiervoor werkte ik aan een ander science fiction boek en dat heeft er jaren geduurd en dat is nog steeds niet af. Hmm. Maar bij deze, toen ik hier aan begon, was een periode dat ik best wel veel tijd had. Ik had toen net mijn communicatie multimedia design studie afgerond. En ik was op zoek naar werk en naast het solliciteren schreef ik 's middags gewoon. Dat ik zoiets had van, dit is een mooi moment ervoor. Dus ik heb iets korter dan een jaar gewerkt, echt van niks tot dit boek. Dus dat ging nog wel redelijk snel. Het was meer het proces daarna wat nog veel langer heeft geduurd. Want toen het eenmaal af was, heb ik het eerst gewoon een tijdje laten liggen. Daarna ben ik een beetje eraan gaan sleutelen. En toen ben ik bij uitgeverij Toby Vroeg terechtgekomen. Die wilde ook weer wat dingetjes aanpassen. Ja. En dat was een periode dat ik intussen wel werkte. Dus toen was het gewoon zo af en toe een beetje eraan werken. En dat heeft langer geduurd. Het hele proces van uitgeven en het schrijven van het boek, wil je ermee verder? Ook in plaats van je werk of naast je werk? Naast mijn werk, ja. Ik denk dat als ik alleen maar de hele week aan het schrijven zou zijn, zou ik ook niet prettig vinden. Denk ik. Ik vind het ook wel gewoon leuk. Zeker met dit werk als ervaringswerk, het contact met mensen. Dus ik denk dat het heel erg fijn is om misschien ooit 2 dagen, of dus nu 1 dag, en daarnaast toch ook nog te werken. Nou, ik ben nieuwsgierig. Ik heb een beetje doorgebladerd, maar nog niet gelezen. Dat ga ik binnenkort zeker wel doen. Ik wil jou bedanken voor het interview en heel veel sterkte wensen met de verkoop van dit boek en met de toekomstige boeken. Ja, dankjewel. Dus bedankt. Thanks, Phil. Ja.